ochtends om 6 uur kwam de Hollandse politie, die kwam ons halen. Eind november 1942. Er werd gezegd, gaat naar werkkampen. Als je terugkomt, dat iedereen vermoord is. Dat is toch verschrikkelijk? ...94 jaar oud, geboren en getogen in Den Haag. Ik ben een echte Haag. Ze loopt wat moeilijk, maar verder redt Thea Anholt-Schmeller zich prima alleen. Oh jee, hij is er overheen. We gaan terug in de tijd, terug naar voor de Tweede Wereldoorlog... toen de familie Schmeller nog bij elkaar was. En het bedrijf van haar vader bontjassen verkocht. Het was een bedrijf. Op de Amsterdamse Veerkade en detailzaak in de Korte Poten. Ik zie hier dus mijn vader zitten bij de opening op zijn kantoor op de Amsterdamse Veerkade 33. Ik denk dat ik een klein meisje was van 7 of 8 jaar, ik weet het niet meer. De andere foto zie ik dus mijn oma Flora van Adelberg op de gedempte gracht voor haar winkel met haar 2 kleindochtertjes. Dus mijn zusje, Betty, en ik en dan de juffie, Fräulein David. Het leven in Den Haag was volgens mij heel plezierig. En daar komt abrupt een einde aan als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. 17.000 Joodse Hagenaars worden 1 voor 1 weggeplukt door de nazi's. Ja, je had het idee dat je naar een werkkamp ging. Ja. 'S Avonds, ik weet niet meer, zijn we naar de trein gebracht. De familie wordt gescheiden en samen met haar man Menno belandt Thea in het concentratiekamp Theresienstadt. Ze overleven, maar als ze terugkomen in Den Haag, zijn ze de enige. Hoe bent u daarmee omgegaan? Dat is een goede vraag, dat begrijp ik zelf ook helemaal niet. Het is eigenlijk idioot dat ik hier zit. Ik heb mijn mooie herinnering aan ze. En dat is... Dat is geweest. En zoals dit Duitser, es gibt nur einmal, das kommt nicht wieder. Nou, zo is het.